Hoi, vandaag ben ik bij de Weerseloze Markt geweest. De Weerseloze Markt is een begrip in Oost-Nederland. Of tenminste, dat staat op de website. Je kan hier echt van alles vinden, van andermans rotzooi tot hele gave antiek dingen. Maar ook kan je de brood kopen en worst en zakhorloges. Er zijn mensen die hebben hier al een kraampje sinds 1975. Oeh, edelstenen. Kijk boven, mooie brokanten. Kijk, daar leef ik dus voor, hè, voor dat soort bordjes. Maar ja, de Weerseloze Markt is iets waar je echt alles kan vinden. Zoals een boombox, maar ook deze hele mooie oude radio. Echt heel cool. Sommige mensen vragen kleine prijsjes voor hun spulletjes en sommigen vragen echt de hoofdprijs. Maar ja, het is wel een leuk uitje. De entree is €1,50. Soms is er op zondag ook een Weerseloze Markt. Ik was eigenlijk op zoek naar twee verkopers, maar die waren er vandaag allebei helaas niet. Hè, jammer. Maar alsnog heb ik hele mooie dingen gezien. Moet je dit zien, deze grootvaderklokken. Hoe mooi is dit? Tenminste, ik vind het heel mooi. Ik vind het echt zwervel, zeg maar. In plaats van een digitale klok. Je hebt buiten allemaal kraampjes met mensen met spullen. Er staan ook zeecontainers waar mensen het spullen hebben in staan. Dit vond ik trouwens ook heel grappig. Super aanbieding. Vragen bij een man met pet. Dit gedeelte is binnen en dat is boven. Hier had je echt hele gave spullen. Alles staat door elkaar. Je hebt, dit vond ik trouwens ook heel leuk. Als kind kocht ik dit altijd op de camping. En dan was het na 10 keer spelen was het kapot. Maar dat was voor mij even nostalgie. Mocht je nog een wekker nodig hebben? Er staat echt van alles. Maar ja, je hebt dus een buitengedeelte en een binnengedeelte. Volgens mij heb je soms ook van die cd-burgers hier. Ja, weet ik veel. Kijk gewoon even op de website. Ik heb gewoon een filmpje gemaakt omdat ik het leuk vind. Ik ben niet aan het promoten ofzo. Doe ik gewoon voor niks, hè. Het is gewoon voor TikTok. Kijk hoe leuk dit. Ik was hier echt heel vrolijk van. Ik was eigenlijk nergens naar op zoek. Ik had gewoon zin om een beetje te snuffelen, zeg maar. Ik heb alleen heel erg spijt dat ik bij dat ene kraampje niet die edelstenen hangen had meegenomen. Want die waren maar €3,50. En deze prachtige cd ook zo spijt. Maar ja, een leuk uitje als je in Twente bent. Tenminste, ik vind het leuk. Doei!